Nederland 3, dit is de VPRO. Bram van Splunteren ontvangt T. Lau, zanger van The Scene, voor een gesprek over de muziek van zijn eigen groep en over de muziek van anderen. In Lola da Musica. Vanavond kijken we weer naar een aantal concertopnamen die we recentelijk maakten. En we doen dat samen met T. Lau van T. Scene. Dat is een oud grapje. Moest ik even maken. Ja. T, voordat we... Sommige mensen hebben dat. Voordat we beginnen met die concertopnamen wil ik je even confronteren met een stukje uit je eigen verleden. Oh ja. Kijk. Oké. Ja. You just keep on pushing my love over the borderline. I seem like I'm going to lose my mind. You just keep on pushing my love over the borderline. I say yeah. Wat denk je nou als je dat ziet? Ja. Dat nummer was een beetje een uit de hand gelopen grap. We hadden dat zo'n avond met een heleboel bands in de Rijp. En we zouden aan het eind iets gezamenlijks doen. En ik had bedacht Borderline van Madonna. Dat was leuk met allemaal zware rockbands. Mm-hmm. En dat pakte wel goed uit, dus toen hebben we dat zelf opgenomen. Dat is de laatste keer dat ik in het Engels gezongen heb. Ja, precies. Ja. Volgens mij was je toen desperately seeking for a hit, zeg maar. Of niet? Ja. Ja? Ja. Ja, nou, ik had in die tijd wel door dat er als je met een band zeg maar uit het gedoe wil ontstijgen, dan heb je zoiets nodig. En dan moet je ook een beetje... Maar dat was namelijk ook... Madonna was een mooi voorbeeld van iemand die zich realiseerde dat als je betere muziek wil maken, dat je dan ook een beter platform moet veroveren. En als je een beter platform wil veroveren, dan moet je een beetje succes hebben. Mm-hmm. Dat komt niet uit de lucht vallen. En een hoop mensen vreselijk tuttig daarin. Die zijn zo integer dat het zeg maar verstikkend of verlammend wordt. En inderdaad was ik desperately seeking for a hit. Ja. Het is niet met dit nummer gelukt, hè? Dit nummer is niet gelukt, toch? Nee, en we hadden nog een eigen nummer ook in die tijd. Dat is het ook niet echt mee gelukt. Maar het heeft wel zo wat grond onder de voeten verschaft. Hmm. Borderline ook wel. Maar toen ben je uiteindelijk dus helemaal in het Nederlands gaan zingen en toen is het opeens wel gelukt. Ja. Terwijl je al jaren bezig was. De Scene bestaat nu al 15 jaar volgens mij. Ja. Toch? Vanaf 80 of mm-hmm. daaromtrent. Ja. Ja. We waren tweetalig. Dat was dus niet goed. Dat werd niet begrepen, want het is één probleem met in het Nederlands. Zingen, dat is dat tot op heden wordt het beschouwd als een stijlelement in plaats van alleen maar... Voor mij maakt dat in principe niet uit, weet je. Je kan in het Engels zingen of je kan... Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat je zegt het was een stijlelement? Nou, het wordt nog steeds beschouwd als een stijlelement. Je hebt punk, je hebt reggae, je hebt grunge en je hebt Nederlands talen. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Ja. Dat gaat niet meer op. Laten we even gaan kijken naar wat recente... Ja. Opname die we maakten van nieuwe, moderne popmuziek. Ja, dit is Engelstalig. Een band, hè? Engelstalig. Allemaal Amerikaans trouwens. Amerikaanstalig. Ja. Okay. Dit is een soort bejaarde punkband die een tijdje terug, een paar weken geleden in Nederland was. Ja. One Foot in the Grave. Ja. En we hebben ze gefilmd in Groningen. Ga even kijken. Somebody, you know, the other thing I teach the ladies. I must teach the ladies every night. What? When you get my age... Your face falls too, see? So when you're in bed, you stay on your back. And when you're on top, you keep your head up like this. Hang on like a little horsey, but keep your head back. Okay. Takes care of that, I guess. That takes care of that. And why I'm so mean and rotten? Why? What do they call this in this country? I have no idea what we have no Dutch idea what it's called. It's menopause in English, it's Wechseljahre in German, and that's... They say, shut up, fuck it, and play songs, right? Go ahead, menopause. Run it hot!
becoming rare. I never hear pansexuals there. Say hello to nice restrictions. Say goodbye to my menstruation. I never asked for a gay case of my food. Kiss my son during my hot flash. Pointing out my new mustache. The house is a wreck, I don't care. I just sit around in love with underwear. Someone please turn up the flame. Try to resist it all again. Think I'm turning into a man. Menopauze. Ja. Ja, jullie... Ik was gebeld door jullie de redactie... dat jullie aanvankelijk iets anders met me wilden doen dan dit... omdat jullie bang waren dat ik alles zou afkammen wat ik zag. Maar toen kwam uiteindelijk... kreeg ik een telefoontje die dag dat ik naar die band ging kijken. Trouwens niet daar, maar in de Melkweg. Mm-hmm. Van ja, onze redactie heeft een aantal... bands gevonden waar je naar kan gaan kijken, waarvan we het idee hebben dat die goed bij jou passen. En ik liep dus niet zo moeilijk de Melkweg binnen en die band die komt dus op. En ik was eerst dus zo kwaad dat ik bijna weggegaan ben. dit is weer een typische VPRO-humor of zo. Maar ja, toen, na het halverwege het eerste nummer begon ik zelf ook wel de humor ervan in te zien. En ja, ik vind, kijk, muziek als... als muzikant vind ik dat cabaret, weet je. Het is geen goede band. De drummer vind ik dan wel weer een ster. Ja. Hoe oud is hij ook alweer? Ver in de 70, meen ik, dat aangekondigd werd. Eentje van hun is inderdaad zo oud, ja. Dat ook het oudste bandlid uitgerekend de drummer is. Ja. Maar het schijnt in Duitsland voor furoren te maken. Ja. Inmiddels gehoord. Ja, ik vond het wel leuk. Maar niet heel goed natuurlijk. En... het is dus punk. Maar je kan horen dat die mannen die gitaar spelen, dat die country riffs, die zitten er echt helemaal ingebakken. En daar komen ze ook nooit meer van los. Dus dat, oh ja. Dat blijft toch... Terwijl hij eigenlijk punk moest spelen, bleef hij dus country achter. Ja, het is een soort vervormde country. En de teksten vind ik wel heel grappig. Nou, toen ze hier in Nederland waren, hebben ze nog heel veel publiciteit gehad. Dus een stuk in de Telegraaf, op de radio hoorde ik. Het heeft natuurlijk ook een hoop... het is natuurlijk voorkomen, als ik een tv-programma zou maken over muziek, zou ik die band er ook in willen hebben. Dat is duidelijk, maar ik kom daarom... overigens, wat dat betreft, wat jullie vragen met dit programma, dat is sowieso niet makkelijk. Hè? Want had ik me eigenlijk moeten realiseren toen ik ja zei, maar je gaat dus naar een aantal optredens kijken als recensent. Bijna, hè? Mm-hmm. En ik heb ook één ding nu geleerd. Wat de recenseren dus vrijwel onmogelijk maakt, is... of je bent heel lief en vind je jezelf een klootzak.
of je bent hard en dan ben je een klootzak. Dus het is echt een baan die je nooit goed kan doen. Maar wat wij leuk vinden, of wat ik leuk vind, is als muzikanten naar dat soort bands kijken. En die kijken toch anders volgens mij als journalisten. Ik hoop het wel. Waarom? Ja, nou ja, muziek maken is luisteren. En dat is journalistiek ook wel. Maar journalistiek moet je iets, toch iets, een soort cynische kwaliteit erbij hebben, volgens mij, om het goed te doen. Hm. Nou, de onvermijdelijke vraag die ik natuurlijk aan jou moet stellen is, van, zie je jezelf nou ook over 20 jaar nog zo op het podium staan? Ja, ik zal wel moeten. Dat is, ik kan niet zonder spelen. En, dat is voor mij wel heel... Zoals nu treffen we elkaar zeg maar aan het eind van een winterpauze die we altijd hebben van 2 maanden. En dan ben ik gewoon op mijn slechtst. Want die optredens zijn er niet. En af en toe wel eens wat als in de mens, studio. Als mens ben je op je slechtst. Ja, je mist spelen. Dat gewoon, ja. Ja, ja. Even een volgende band. Een hele jonge band. Uit Amerika ook. En ze hebben net gehoord dat ze ook op Pinkpop mogen spelen. De groep heet Live. We zijn allebei naar het concert geweest. Ja. Vorige week in de Melkweg. Ja. Laten we even naar een grote hit kijken die ze daar ook spelen. Ja. Measure these things by your brains. I sank into Eden with you. Alone in the church by and by. I'll wait till you hear the Savior rise. Eden, your boat is at sea. Your anchor is up. You've been swept away, and the greatest of teachers won't hesitate to leave you there by yourself, trying to face. Yeah, I alone love you. I alone tell you. I alone love you. Fears on the end of this. I alone love you. You, I love you. Easy enough to be great. Measure these things by your eyes. We long to be here by His resolve. Alone in the church by and by. To cradle the baby. Space. Leave you there by yourself, trying to fake. Yeah, I alone love you. I alone tempt you. I alone love you. Fear is not the end of this. I alone love you. I alone tempt you. Save us now. All these riddles that you burn all come running back to you. All these rhythms that you hide, only love can save us now. All these riddles that you burn. Yeah, yeah. I alone love you. I alone tempt you. I alone love you. Fear is not the end of this. I alone love you. You, I alone love you. You, yeah. I alone love you. I alone love you. I alone, yeah, love.
vind het een hele goede band. Maar niet een enorm goede band. Nee. En om me heen hoorde ik iedereen zeggen van het is een Nirvana-kloon. Maar dat vond ik nou dus weer niet. Dat is, er zit wel, ja, elke band pikt wel iets mee van Nirvana op het moment, denk ik. Maar vond ik wel veel te ver gaan. Maar dat heb ik wel minstens 5 mensen zo om me heen horen roepen daar in de zaal. Ik vond zelf een beetje erg simpele band. En dat er weinig van het podium afkwam wat nog iets toevoegde aan die liedjes die gewoon wel aardig zijn. Weet je? Ja, maar die zanger zit ook in het stadion omdat hij nog niet gewend is een publieke persoon te zijn. Weet je wel, een zanger wordt op 2 dingen beoordeeld. Wat hij doet tijdens de muziek, maar ook wat hij doet tussen de nummers door. En dat was bij hem, hij kwam niet verder dan hi. Ik heb hem al 5 keer achter elkaar. Ik zag hem zoeken naar woorden en zeggen, hello. En dan dacht ik van, nou, nu komt het. En dan draaide hij zich ook zo om van, tik in godsnaam in voordat ik nog iets moet zeggen. We zullen zien. Misschien hebben we wel naar de U2 van morgen staan kijken daar. Misschien. Nou, ik denk het niet, maar goed. Dat... Ik denk het ook niet, maar laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Nou, jij bent zelf iemand die ook niet al te rare bokkensprongen op het podium maakt. Je staat altijd vrij dicht bij je microfoon standaard. Ja. En nou, ik doet heb, gewoon je zang. Ja, maar ik heb dat ook niet in me. Ik ben niet Peter de Bos of zo. Die gewoon, bij Peter de Bos kan het hele podium kan in elkaar storten en dan staat hij er nog. Ja. Dat zou voor mij trouwens dan weer wel, ja, dan juist weer wel, denk ik. Want dat heeft met iets anders te maken. Maar ik heb dat inderdaad ook niet in me. Ik ben tussen de nummers door ook slecht. Alleen ik heb er vrede mee. Hij is er zenuwachtig onder. Ja. En dat is het soort dingen wat heel sterk overstraalt op een publiek. Dat voelen mensen. Dat maakt dat mensen zeggen van dit is een, of niet zeggen, maar registreren van dit is een aantrekkelijke zanger of dit is een onaantrekkelijke zanger. Tot slot nog even 2 andere Amerikaanse bands. Eén 60s band, The Loved Ones. Ja. En een soort vrouwen grunge band die heet Veruca Salt. Like you're flying. Oh God, I wish that I could fly. You wanna lift me up, but you don't know and you don't see. I'm stuck in my Come on! Let's go now! You can't see!
Nou, eerst Veronica Salt. Dan die beelden die ik net gezien heb, dat vond ik niet. Daar zie je iets wel heel slechts. En ik ben voor aanvang van het concert weggegaan. Om een reden. Mm-hmm. Ik wou op dat moment zelf spelen. Daar komt het op neer. Ja. Maar ik heb daarom de volgende dag wel de plaat goed beluisterd. En die vond ik dus van de platen die ik gehoord heb. En ik heb dus van vrijwel alle bands de hele plaat gehoord. Echt absoluut de meest interessante. Die Veronica Salt, zeg je? Ja. Ja. Die cd die is echt intrigerend goed. Maar waarom vond je dan live niet zo? Nou, ze kunnen het kennelijk... kennelijk is het een band die op de plaat beter is dan live. Mm. Het is live zo. Het is zoiets. Ik zie dat nu. Ja, ze spelen nog niet zo goed. Dat komt toch op neer eigenlijk? Ja, bang. Bang. Ja. Het straalt bangigheid uit. Mm. En de band ervoor, The Loved Ones? Ja, die Loved Ones, die heb ik dus in Paradiso gezien. Dat is natuurlijk mijn... Met een natuurlijke omgeving. En ik vind het op zich heel raar dat een groep van jongens midden 20 die muziek gaan spelen. Ja. Heel bizar. Ja. Maar ze deden me een beetje denken aan de Stones in hun beginjaren. Het mooiste die avond vond ik nog, dat die zanger op een bepaald moment. Het was een geweldige avond ook, hè? Het is natuurlijk niet een vernieuwende band. Nee. Dat die zanger zei van, nou, nu hebben we een speciale gast zonder wie wij hier niet nu op dit podium hadden gestaan, zonder wie wij niet eens muziek waren gaan maken. En wie kondigt die aan? Wally Tax. Echt waar? Ja, en ze hebben daar 3 of 4 outsiders nummers en Wally Tax die stond daar echt van, nou, volgens mij met iets van, waar ben ik nu in beland? Maar die werd er wel geëerd. Geweldig. Op een manier die ik zat toen te denken, eigenlijk hadden ze de verzamelde Amsterdamse muziek zien dat moeten doen. Is die band uit, waar komen ze vandaan? Arizona of zo, geloof ik. Het is een heel raar oor. Nee, Oakland. Oakland. Bij San Francisco, ja. Het is heel ver weg. Dus. En het was in elk geval een hele leuke avond. Mm. En ja, maar wat ik verder van die band moet denken, ja, ze deden dat goed. Maar ik kan niet iets echt voorstellen dat zo'n jonge band die muziek speelt. Ja, gelukkig heb je zelf ook een gitaar meegenomen, zie je. Ja. Dus je gaat nog wat spelen. Heb je toch om gevraagd? Heb ik om gevraagd, ja. Wat ga je spelen? Ik heb een beetje ondergewaardeerd lied. Daar wil ik wel een stukje van spelen. Nou, ik zou zeggen, ga je gang en bedankt voor het gesprek. Mijn hand zakt naar de tafel en het mes. En aan de afgrond voel ik mij het best. Daar waar liefde groeit, daar waar liefde bloeit, ga hier voor en zegen en de rest. Slordig alles wat ik heb gedaan. Onhollands, maar daar komt het niet op aan. De tegenstand is groot, de medestand is dood. Het is een slag waar niemand uit kan gaan. En ik ga slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Zweten en vergeten. En wat er tussen man en vrouw vergaat. Kussen en de tranen en de haat. Daar waar liefde groeit, daar waar liefde bloeit, je leert het aan het einde van de straat. En ik ga slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Zweten en vergeten.
Slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Slapen, dromen, zweten. Zweten.